Letters, ja, de tekst, hè, op grafmonumentenhakken. En ja, gewoon tekenen. Ja. Dat deed ik op Lage Zwaluwe. Gewoon af, naast het huis. Naderhand bij Toon van der Wiel. Want toen ik dat mooi vond toen. En ik mijn beeldjes om de schoorsteenmantel zette thuis. En pastoor Gommers, die op kerkengeld kwam, zoals dat jaarlijks gebeurde, zag die beeldjes staan en die zegt, hoe kom je daar nou aan? Ach, zegt mijn moeder, dat heeft ons een ei gemaakt in de avond hier in het schuurtje. Nou, zegt hij, maar dan moet u toch zaterdags eens naar mij toe komen. Want dan komt Toon van der Wiel, de beeldhouwer, die maakt hier voor het clubhuis, maakt die beeldhouwer. Moet hij toch eens komen en moet hij die kist met beeldjes eens meebrengen. Nou, ik dus zaterdagmiddag met mijn kartonnen doos, met zo'n stuwe wacht van die hout, van die beeldjes, naar de pastorie. Ja, en Toon van der Wiel, die kwam uit Breda. Het was wel een handige man achteraf gekeken, want die zag meteen daar de verdiensten in zitten voor zijn eigen werk. Hè. En ja, die ging daar meteen op in, kom maandag maar. Ja, maar kan, nou, hetzelfde wat je nu verdient, zei hij. Nou, dat was 7 gulden in de week. Ja. Nou, ik maakte voor hem beelden. Ja, maar dus ook grafmonumentjes, andere beelden van heiligen die voor de scholen werden gemaakt. Maar het was allemaal voor een grijpstuiver wat hij dus deed. Kon ook helemaal niet schelen. Ik hoefde geen geld. Als ik maar wat te eten had en kon slapen. En mijn fiets die reed en mijn banden konden geplakt worden, dan was het van ik. U kon mij niet schelen. Hij maakte s'avonds, als ik weg was, en s'nachts, denk ik, maakte hij de ontwerpen die hij gemaakt moest worden voor de scholen, de gebouwen waar hij dat voor had aangenomen. En de andere dag kwam ik dus morgens om 9 uur en zag dat werk en kwam hier even zeggen wat er gebeuren moest. En ik kopieerde dat. He? Ik goot die dingen die in klei waren gemaakt, die ontwerpen, die goot ik af in gips. He? En dan waren ze hard. En als ze in gips waren, dan kon je ze nameten en gewoon in steen of in hout verwerken. Dus ja, zo heb ik jarenlang heb ik daar gewerkt bij Toon van der Wiel. Dus dat ging goed. Maar die Toon van der Wiel was toch wel een beetje op zijn achterhoofd gevallen. Want die leende mij uit aan de steenhouwer in Tilburg. De steenhouwer die had ook veel werk, allemaal grafmonumenten, dit en dat en dat. En omdat ik daar kon, leende hij mij vanuit Breda uit aan Van Wezel in Tilburg. En dat was voor mij hartstikke leuk. Want ik ging naar Tilburg toe en ik vond het daar veel leuker eigenlijk, omdat daar meerdere steenhouwers, beeldhouwers en zo werkzaam waren. Dus ik bleef daar en werkte daar totdat ik dus te horen kreeg van de meneer Wezel dat je ook achter zijn werkplaats in de Schoolstraat, dat daar een academie was voor beeldende en bouwende kunsten. En dat je daar je eigen kon laten inschrijven en ontwikkelen. Dus het allereerste wat ik deed de volgende dag was meteen daar naartoe gaan en zeggen, wat kan ik doen? Wat kan ik hier komen? En ik kon daar meteen komen, hè? Op de academie. En zo ben ik op de academie gekomen in Tilburg. En ging ik, en was ik bij Toon van der Wiel weg, hè? Omdat Van Wezel mij een kans bood, hè, om te werken en dat degene verdiende. En ik kreeg een hokje om in te wonen. Boven de steenhouwerij was een hokje, nou ja, een stukje met 1 raam erin en een deur. En ik was jong.
En ik zeg tegen Van Beelen, kan ik vannacht hier niet slapen? He, ik kon natuurlijk ook naar huis fietsen. Maar ik, oh ja, zeg, doe maar. Dus zocht een oude deur op, die leg je op een paar glaskist. En daar een matras op en wat dingen op. En ik sliep de volgende dag. Sliep ik in dat hokje. He, boven de steenhouwerij. Ja, en er was water, die kon je wassen. En er was volop kolen en zo. Ja, het was daar goed. Alleen, heel, heel primitief, hè. Maar dat maakte mij helemaal niks uit, want ik kom naar de academie. Zaterdags, dan was ik, dan ging ik naar de academie. En dan s'avonds ging ik naar huis en lagen ze wat. Ging aan mijn rugzak met mijn potjes en mijn pannetjes, want thuis werd het allemaal volgemaakt. Met eten en zo, om de week door te komen. Ach, ach, ach. Prachtig. We moeten wat voor doen. Hè? Maar ik denk niet dat dat er heel veel zouden doen wat ik gedaan heb. Dat denk ik niet. Want het was af en toe wel taai. Hè? Ja. Zeker als het in de winter koud was. En je lag dan met je schoenen, met je lange jas en alles aan. Lag je onder de dekens dus proberen te slapen. Het was gewoon maar koud hoor. Wat leerde u op die academie in Tilburg? Nou, tekenen, portretboetsen. Tekenen van de mens in zijn hoedanigheid. Vrouwen, mannen. Vooral het, en boetseren ook. Hè. Maar dat boetseren, dat waren dan opdrachten, fictieve opdrachten die je kreeg. Van Niels Steenbergen was dat. En de anderen waren dus gewoon van Delft en van Sikking. Dat waren de leraren die ontstekenen en dingen. En kunstgeschiedenis vond ik interessant. Het was een heel, heel, heel andere omgeving, een heel andere sfeer als bij de steenhouwers of bij de beeldhouwers. Hè. In Tilburg was de oorlog, ja. Ja, daar merk je niks van. Hè. Er liepen wat meer soldaten over de straat, in kolonnes en zo. Maar om nou te zeggen dat je hinder had van die Duitsers, ik niet. Ik heb er nooit hinder van gehad. Ik ben niet ondergedoken geweest. Ik heb gewoon een bewijs gehaald van ergens vandaan dat ik vrijstelling had van Duitsland. En dat liet ik dan gewoon zien. Ausweis bitte. Ausweis bitte. Nou, dat had ik. Dus ik had mijn waarom, omdat ik studeerde op de academie in Tilburg. En de academie die leidde tot het maken van mensen die de cultuur straks kunnen verspreiden onder de bevolking. Hè? Ja. Maar het heeft geen invloed gehad op waar u mee bezig was? Niks. Nee. Nee, ik wilde een goed beeld proberen te maken. Een goed beeld. Van wie dan ook. Of van God, of van zijn lieve heiligen, of van wie dan ook. Waarom bent u weggegaan uit Tilburg? Omdat ik dat voorbij was. Ik had in de gaten gekregen dat je in Tilburg niet alleen kon zijn, maar ook in Antwerpen. He, ik ben dus meteen in de kortste keren. Ben ik met Bart Welter naar Antwerpen gegaan. En toen ik in Antwerpen was, toen dacht ik, nou zo'n reisje, dat is wel mooi en zo, maar ik wil toch wel meedoen aan de Prix de Rome. Dus ik ga naar Amsterdam. Dus ik weer naar Amsterdam. Ja, in de Van Wouwstraat. En in de Jordaan heb ik gewoond. De Jordaan was ver van de academie af. En de Van Wouwstraat was vlakbij, er was maar twee straatjes, een paar honderd meter, denk ik. Amsterdam, dat was dus gewoon een kwestie van scherpte, kundigheid, vakmanschap. Piet Esser, dat was een gespecialiseerde beeldhouwer die een geruime tijd had doorgebracht om kinderen, leerlingen,
iets bij te brengen. En ja, Niels Steenbergen, die zat dan in Tilburg. En dat was meer de oefeningen. Hoe je klei maakt, hoe je een beeld maakt, hoe je het in elkaar zet en zo. Maar niet wat je maakt, gewoon het vak, hè, de eerste beginselen. En Antwerp, ja, dat was internationaal, hè. Dat was ook van een heel andere orde. Je maakte daar wat en je kreeg goed commentaar. En vragen gesteld, waarom ben je dit en dat deed. Kortom, ja, werd je dus onderwezen en je zag het werk van anderen. Hè? Ja, kortom, dat is een academie die toch wel opleidt tot dingen te maken die goed zijn. Hè? Dus die niet 1 en 1 is 2 zijn, maar 1 en 1 3. Hè? Een toevoeging. Van iets wat je niet ziet, maar wel proeft eens. Dus.